21st century, we communicate more, know more, live longer, and use increasing numbers of techniques to improve our lives. The scientists achieve this continuous development through research enabled by an advanced network infrastructure. Enlightening Research daagt onderzoekers uit om dynamische lichtpaden in te zetten in hun onderzoek. SurfNet maakt innovatie in onderzoek en onderwijs mogelijk door innovatieve ICT-dienstverlening te ontwikkelen en te exporteren. Met Enlightening Research hadden we twee doelstellingen. Ten eerste wilden we de nieuwe mogelijkheden van de dienst dynamische lichtpaden beter bekendmaken bij een grote groep wetenschappers. Het is een nieuwe dienst en er zijn niet zoveel onderzoekers die wisten van het bestaan van de dienst en wat ze ermee kunnen. En ten tweede wilden we, door met winnaars samen te werken, ook hele mooie gebruiksvoorbeelden genereren. En met die gebruiksvoorbeelden kunnen dan weer de rest van de wetenschappers laten zien wat voor soort mogelijkheden er zijn. Three prize winners were especially successful in this. The Pulsar Research of Yuri van Leeuwen, Proteomics by Peter Horvatovich, and Cinegrid by Frank Krasin. The use of dynamic light paths clearly offers huge possibilities. Het Pulsar-onderzoek is natuurlijk een heel specifiek onderzoek, maar het bevat toch een aantal generieke elementen in hoe het uitgevoerd wordt. We are focusing on neutron stars, radio pulsars actually, some of the most compact objects in the universe. Try and figure out how they work. And we use data that comes from one of the largest telescopes in the world, the Green Bank Telescope in the US. And that's how this SurfNet project is going to help us out. By using dynamical light paths, we are going to connect a central hub at Astron in Dwingelo with this place where we are at, where researchers are at, where students are at, with the supercomputing center on the other side of Amsterdam and our data storage in Groningen, to combine those four systems into one dedicated supercomputer for radio pulsar finding. So SurfNet manages all the high-speed data connections in the Netherlands. So if for your own research at some point in the future you need high-speed data connections to telescopes or to collaborators, I'm sure they could be happy to help you out like they helped us out. Het proteomics onderzoek heeft net een iets andere insteek. Daar zit heel veel data bij verschillende centra. Het gaat daar ook om massaspectroscopie. SurfNet will supply us with the light pads to interconnect large computers between universities of Groningen, Utrecht, Wageningen, Rotterdam and Amsterdam. The platform for bioinformatica and proteomics can reserve a specific pathway over the network without having to encounter other traffic. The advantage of this is that a large quantity of data can be transferred from A to B in one time at any given moment. It offers optimal speed, reliability and safety. SurfNet is een van de grootste leveranciers van het netwerk, zowel binnen de universiteit als binnen andere kenniscentra. Zonder SurfNet hebben wij dus eigenlijk ook geen goed netwerk of een framework om onze data mee te kunnen analyseren. Op dit moment, als je bijvoorbeeld een massaspectrometer-experiment hebt gedaan, en je hebt heel veel data verzameld, bestaat de kans dat je naar een andere groep moet om die data te bewerken en te analyseren. Het Cinegrid-project is misschien zelfs nog aansprekender voor een breed publiek, omdat je direct ziet wat voor mogelijkheden er zijn. 4K cinema spreekt natuurlijk heel goed aan bij een breed publiek. Het hele project gaat over de productie, de transmissie en de vertoning van 4K of hoger. En dat betekent dat je dat alleen maar samen kan doen. Dus je hebt partijen die content leveren, je hebt partijen die kunnen het afspelen, je hebt partijen die kunnen het opslaan, zoals de Universiteit van Amsterdam. Nou, SurfNet houdt zich bezig met innovatie. Mensen die 4K vertoningen zien, zijn over het algemeen heel erg enthousiast. Maar om dan de brug te slaan naar de eigen praktijk, dat vraagt mensen die echt durven verder te denken dan waar ze eigenlijk mee bezig zijn. De jury bestond uit Ron Dekker van NWO en Erwin Bleuming van SurfNet. With the competition Enlighten Your Research, SurfNet, together with NWO, the Dutch Organization for Scientific Research, has put together a unique project. The winning entries will be able to make use of the fastest and most advanced network in the world, that of SurfNet. Enlighten Your Research is voor NWO een competitie. En wij bieden onderzoekers de mogelijkheid om hele nieuwe technologie te gebruiken in hun onderzoek. Als NWO kijken we natuurlijk naar de wetenschappelijke kwaliteit. Die moet buiten kijf staan. We kijken ook, is optimaal gebruik gemaakt van dynamische lichtpaden. Dus de toepassing zelf. En we hebben gekeken naar maatschappelijke relevantie.
SurfNet creëert een proeftuin waar nieuwe ICT-mogelijkheden in beproefd kunnen worden eerder dan ze in de normale markt beschikbaar zijn. En wat je ziet is dat daardoor eerder in Nederland investeringen worden gedaan. The dynamic light paths of SurfNet enable researchers to easily set up direct connections over the SurfNet network. While using these connections, you do not encounter other traffic. It's as if you have a whole motorway just to yourself. Therefore, the quality is very high while remaining constant. In this way, it is possible to quickly set up a flexible, distributed instrumentarium with reliable capabilities. The dynamic light paths offer unimagined new possibilities for remote cooperation and for the efficient use of otherwise costly resources.